voor de 9e keer organiseert de Stichting Activiteiten Mil hun jaarlijkse stoep, schuur en garageverkoop. Van 11 uur 's ochtends tot 4 uur in de middag komen snuffelen en afdingen op de spulletjes die de deelnemers verkochten. Ook de kleintjes verkochten hun niet meer gebruikte speelgoed. Het was een zonnige dag en met ongeveer 125 deelnemende adressen was er keuze genoeg.